Je hebt de titel misschien al gelezen, Lege boodschappen in de supermarkt. En ik stel je even voor aan ons tweeën. Ik ben Jacqueline Peek en met Farming Biz promote ik de boerderijen om burgers die te laten bezoeken. Zij het met een vergaderruimte of met een boerderijwinkel, om zelf te zien hoe dat in zijn werk gaat. En bij deze heb ik interview met Roy Hallink. Dit is een flyer van hem, die zal ik even uit beeld brengen, zodat je hem wat beter kan zien. Goedemiddag Roy. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Daar zijn we dan. Ja. Want jij bent de initiatiefnemer van Find Farm. Ja, klopt. Wat is het en hoe ben je ertoe gekomen? Wat is het en hoe ben ik ertoe gekomen? Nou, wat het is, kort en bondig, we zijn eigenlijk een zoekmachine voor huisverkooppunten. Op onze website is het eigenlijk heel simpel. Postcode invoeren, je omtrek invoeren vanaf 5 tot en met 50 kilometer. Op enter drukken en op een gegeven moment krijg je een lijst te zien met daarin de boerenbedrijven bij jou in de buurt. En als je denkt van, hey, die boer heeft kaas en je hebt toevallig een stuk kaas nodig, nou, dan ga je daarheen en dan kun je kijken van, heeft hij de kaas ook op de plank liggen die hij graag wilt? Ja, ja, dat was opgestart vanwege een actie die in december zou zijn. Hè? Toen hebben jullie in een no-time die website in de lucht gebracht. Ja, een beetje heel erg no-time. Normaal gesproken staat voor een dergelijk iets staat toch wel een kleine, ja, als je het echt gaat uittesten, uit gaat lopen denken, dan ja, minimaal toch een half jaar. Zeg, ja, zoveel een half jaar. En wij hebben dit toch eventjes heel random, heel snel in 10 avonden, soms nachten, dit in elkaar lopen zetten. Gevolg is, ja, het is allemaal heel snel gegaan. In het begin zaten er echt wel een aantal kleine dingetjes in dat we dachten van, oh jee, dat moet even gecorrigeerd worden. Beginnerspauzes, heb je altijd. Ja, maar nu op dit moment ja, zijn we echt wel bezig om de boel nog steeds te verfijnen. Maar vooral ook om vragen van mensen te beantwoorden. Die dan zeggen, we wonen ergens in plaats X. Maar wij hebben een boerderijwinkel in de buurt. Maar die staat helemaal bij jullie niet op. Hoe kan dat? Ja. Ja, en dan zeg ik gewoon, ja, en dan zeg ik gewoon heel simpel van, ken je die ondernemer? Spreek hem aan, tip hem over ons, zodat ze zichzelf kunnen inschrijven. En sommige mensen die denken van, wij hebben lekker over het internet lopen kruipen en we hebben overal zelf de boerderijen weggehaald. Maar ik ben zelf ook ondernemer en ik heb zelf ook een paar keer de ervaring gehad dat ze me zomaar hebben ingeschreven op een platform waar ik helemaal niet wou. Nee, dat wil je niet hebben. En dan heb ik zoiets van, ik heb daar geen zin in, ik wil dat niet. Dus waarom zou ik het dan bij een andere ondernemer dan wel gaan doen? Ik zal even laten zien hoe die website eruit ziet. Even in het klein in dit geval. Als ik even heen en weer ga, dan is die er wel een keer groter op te krijgen. Nee, dan toch maar zo. Op deze manier. Daar staat dus bovenaan de website Find Farm. Je kan de boeren in de buurt vinden. En hoe melden bedrijven zich aan die een winkel hebben en hier nog niet op te vinden zijn? Die bedrijven kunnen zich aanmelden door middel van de contactknop bovenin op de website. Oké. Dan kun je dus gewoon via je iPad of via je telefoon kun je gewoon een mailtje sturen. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon ondernemers die gewoon achter een pc zitten met een mailprogramma. En dan kan er gewoon gemaild worden naar info@findfarm.nl. Ja, kijk aan. En als ze dan dat doen, dan graag zo volledig mogelijk. Hè? Zodat je weet wanneer ze open zijn. Eens even kijken, is dit nog in beeld? Ja, ik heb hier bijvoorbeeld... Ik zal het er even wat aan toevoegen. Landwinkel de Lindeboom. Ja. De mensen die sturen ons een mailtje met daarin de vraag van, hey, we willen ons aanmelden, kan dat? Dan stuur ik de mail terug met daarin keurig een aanmeldformuliertje met de echte basisinfo die wij nodig zijn.
Oh, oké. En die info wordt dan eigenlijk zo snel als het kan, wordt het verwerkt. Alleen, ik moet het ook allemaal een beetje doen in de avonduren en in de verloren uurtjes. Dus soms dan zit er echt gewoon een dag tussen. Dan ben ik gewoon echt gewoon te druk met andere werkzaamheden. Ja, en dan moet ik soms een beetje schipperen. En nu op dit moment ben ik een beetje met mijn reguliere werkzaamheden aan het afschalen. En ben ik met Fiverr aan het opschalen om eigenlijk nu zo snel mogelijk nieuwe bedrijven erin te zetten. Omdat we toch een kleine crisis in Nederland hebben. Nou ja, een kleine hele grote crisis. Ja, want we zien al op internet verschillende foto's voorbij komen van winkels met lege schappen. Ja. Ja, en we hebben natuurlijk als Fine Times zijn, ik spreek in de beurttermen, want ik doe het natuurlijk niet alleen. Onze social media beheerder Jan, die zit lekker op zijn telefoon een beetje dingen te zoeken. En wat ziet hij vervolgens? Foto's van lege schappen. Die houdt het allemaal een beetje bij. Ja. En als het echt dingen zijn dat hij denkt van, ho, maar dat is wel heel belangrijk. Dan gooit hij even een linkje in onze groep en dan lezen we het even door. En aan de hand daarvan, ja, is het eigenlijk hebben wij eigenlijk een beetje besloten om even alle zeilen bij te zetten. En ook uit zelfde dingen te lezen op Facebook zie ik gewoon mensen die inderdaad massaal hebben ingekocht. En die zijn helemaal voorzien. Hey, prima. Maar er is ook een grote groep die vissen een beetje achter het net aan. Ja. En ja, en die groep wil ik toch wel adviseren van ga kopen bij de boer. Ja, inderdaad. Dan kan je meteen zien waar het eten vandaan komt, wie er hard voor gewerkt heeft, wie daar dag en nacht voor klaar staat, zeg maar, om dat voedsel zuivel te maken. Ja, klopt. Ah, ik zie trouwens een opmerking inderdaad dat we goed te horen en te zien zijn, dus dat is helemaal gelukt. Top, dankjewel ja. Petra. Ja, super, hartstikke mooi. Dan weten we dat het ook allemaal werkt. Zie je deze video nu live? Laat even weten of kijk je hem achteraf. Geef even een duimpje en een hartje en deel deze video. Want bij deze geeft Roy met Fine Farm dus een oplossing om dicht bij jouw huis, zo dicht mogelijk bij huis, een boerderij te vinden waar je terecht kan voor je aardappelen, kaas, melk en dergelijke. En daarmee moet ik zeggen, er zijn al hoeveel plekken in Nederland die in jullie overzicht staan? We hebben op dit moment, en dan doe ik even echt nat duimenwerk, even zo rond 580 bedrijven hebben we nu. Kijk aan. En dat is verspreid door heel Nederland? Verspreid door heel Nederland. Alleen moet ik wel even heel eerlijk toegeven, ik zie wel een beetje een trend. Ja. De strook Achterhoek, zo een beetje als je de kaart hebt vanaf de Achterhoek tot en met Utrecht, zijn we dik vertegenwoordigd. Oké. Okay. Flevoland is dun bevolkt, maar daar zijn we ook best wel lekker vertegenwoordigd. Naar het noorden gaat het ook wel best lekker. Brabant gaat ook hartstikke leuk. Maar de achterblijvers zijn toch wel een beetje Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, bepaalde plekken. De vooral rond de Randstad. Ja. Als je echt hebt over. Als je echt even de grote jongens pakt, Den Haag, Amsterdam, een beetje die contraien. Weinig. Komt ook wel, het is dicht bebouwd. Maar ja. Ik krijg ook wel soms feedback uit die regio's van. Ja, maar we weten daar en daar wel een boer te zitten. Oh. Oké, fijn dat jullie hem weten te zitten, maar wij weten hem niet te zitten. En volgens mij weet die boer ons ook niet te zitten. Dus we moeten elkaar een beetje gaan helpen. Ja, we moeten elkaar een beetje gaan helpen om dat toch wat meer nog in kaart te kunnen brengen. Ik zeg altijd maar gewoon zo van, liefst heb ik gewoon na dit weekend die 85 moet gewoon 700 wezen, bij wijze van. Nou, dus hoor je dit, zie je dit, help ons naar de 120 extra adressen, zodat mensen ook dichter bij huis een plek kunnen vinden waar zij hun spullen kunnen kopen. En dan is het allemaal op vrijwillige basis gestart, hè, natuurlijk in december. Ja, het is allemaal inderdaad op vrijwillige basis gestart, ja.
En ja, ik kan me voorstellen dat er her en der zo kosten gemaakt zijn. Ja, dus, ja. Een klein beetje wel. Hoe kunnen mensen daarin mee helpen? Er zijn verschillende manieren om dat te kunnen doen. Ondernemers bevelen wij van harte aan om onze Find Farm vlag te kopen. Zoals deze, even kijken, zo daar achter mij te zien is. Ja, klopt. Leuk voor de herkenning. Als je buiten wapperen, sommige mensen, dat valt me wel een beetje op, die hebben wel een winkel aan huis. Maar je kunt niet echt goed zien dat daar een winkel zit. Hang die vlag op, heb je een punt van herkenning. Heb je dan iemand die jou heeft gevonden via Find Farm, kunnen ze gelijk die vlag zien en denken ze, oh vrek, moet ik daar wezen? Herkenningspunt, ja. Juist, ook dat. En ja, we hebben wat stickertjes, die worden wel eens worden verkocht. En we hebben natuurlijk ook op onze website een doneeractie hebben wij, waar ondernemers, consumenten, die iets hebben van, hey, goed initiatief, die stoppen ook wat geld in de pot. En vanuit die gelden kunnen wij Find Farm laten draaien. Kunnen we ook nieuwe ideeën wat betreft onze merchandise kunnen we uitbreiden. Mm-hmm. En, om er nog meer naast bekendheid te krijgen. Ja, we hebben wel een aantal zaken dat we zeggen van, hey, daar zijn we gewoon, eigenlijk gewoon keihard voor aan het sparen. En ik wilde ook gelijk aan toevoegen dat met de vele donaties die wij al hebben mogen ontvangen van de mensen, hebben wij geïnvesteerd in natuurlijk de aanloop van onze merchandise, dus de vlaggen. Ja. Even kijken, ik heb hier nog buiten beeld. We hebben natuurlijk nog de Find Farm stickers. En we hebben ook natuurlijk lopen investeren, omdat we ook best wel ook op de promotie toe zijn. We hebben ook gewoon, Find Farm, even kijken. We hebben ook Find Farm kleding. Okay. Met een herkenbare wortel. Met een herkenbare wortel. Ik was vandaag bij een deelnemer en die kwam toevallig, die had de kinderen opgehaald van school. En op een gegeven moment zegt die kinderen van, hey, daar heb je die mannen met die wortel ook weer. Ja, dat is gewoon leuk om te horen. Het is toch de wortel. Waarom eigenlijk een wortel? Geen flauw idee. Onze grafisch ontwerper kwam met dat ontwerp aan. We dachten van, hey, dit is wel een kikke ontwerp. Dus, hey, we gaan het doen. Ja, en die wortel, ja, het is toch een punt van herkenning. Ja. Het is toch een punt van herkenning. Hij valt gewoon lekker op. Het valt op, het is groot. Niet allemaal kleine dingetjes om alles maar erin te willen stoppen wat er allemaal bij een boerderijwinkel te koop is. Maar één uniform beeld. Nou, we hebben wel een ontwerpje klaar liggen met nog onder de tekst wat symbooltjes wat bij de boer te vinden is. Mm-hmm. Maar dat is een ontwerp, die gaat niet zeg maar mee in de stickeracties en in de flyeracties. We hebben namelijk een heuse Find Farm bus rondrijden. Kijk aan. Ik heb mijn eigen auto ervoor opgeofferd. Die zit compleet onder de Find Farm stickers. Ondergeplakt. Ja, die zit echt ondergeplakt. Die is echt te herkennen. Die valt ook behoorlijk op. En toevalligerwijs binnen de vriendengroep heeft eentje een transportbedrijf. En die had zo'n klein stickertje en die maakte de opmerking. Ja, leuk die stickers, maar ze zijn veel te klein voor op die vrachtwagen. Dat moet toch wat anders voorkomen. Zo weet wat je zegt, want er gaat wat gebeuren dan, hè? Ja, ik weet heel goed wat ik zeg. Dat is prima. Komt goed. Dus we hebben eigenlijk als ludieke actie hebben we dus nog een paar extra stickers besteld. En we hebben gewoon op zijn vrachtwagen, bam, ook een hele grote Find Farm sticker geplakt. Kijk aan. Kijk aan. Ik krijg hier een vraag. Remco Methorst. Roy Hallink, ik zag je in de bus op de A30 rijden met de Find Farm bus. Kijk. Ik val gewoon op. Ja, bij een gemiddeld boerenprotest is het ook gewoon echt zo dat er zijn een aantal goede vrienden van mij die hebben dan ook een Facebook-platform video in verzet. Die weten met elke demo, ik rij mee. En die zitten soms gewoon echt te kijken van, grijze bus, nee, hij heeft die grote wattel erop staan. Ja, maar zal je dan staan? Daar is die. Oké, bam. Krijg ik een appje met een foto van, we hebben je gespot, jongen. Ja, natuurlijk. Misschien daar. Dus hij valt gewoon behoorlijk op. De opzet van het opvallen, het is echt supergoed gelukt. Ja.
Degene die dus nu luisteren, kijken en een boerderijwinkel hebben, ze kunnen dus e-mailen naar info@findfarm.nl en dan krijgen ze de informatie die ze allemaal kunnen aanleveren om vindbaar te worden op jullie pagina. Dat zijn gratis vermeldingen, dus niks houdt je tegen om daar aan mee te doen. Ja, klopt. En jullie zijn gestart vanuit de actie dat distributiecentra mogelijk geblokkeerd zouden worden vanuit een actie. Maar daar staan jullie inmiddels helemaal verder los van. Jullie dragen de boer een warm hart toe. Ja, klopt. En, het is inderdaad zijn nu daar begonnen. En het is nu een zelfstandige organisatie, ja, begrijp klopt. Ik? Ja, dat klopt helemaal. We zijn inderdaad vanuit een actie vanuit de FDF zijn wij inderdaad zijn we gestart. Hebben we een gigantische duw in de rug gekregen. Maar op een gegeven moment kreeg ik dan toch wel een keer de vraag tijdens een bak koffie. Nu is die actie niet doorgegaan. Wat ga je hier nou mee doen? Zo, ik heb nog geen flauw idee. Ik had ook echt op dat moment nog niet echt een idee. En toen zijn het al een paar vrienden tegen mij van. Als je het echt in je paashei haalt. Om ermee te stoppen, dan ben je niet goed wijs. Het is zo goed. Zoveel al verzameld. Ja, het is zo'n goed idee. Daar kun je wat mee gaan doen. Ja. Ja, om zichtbaar te blijven voor de boerensector. Ja. Ja, en op een gegeven moment, ja, van daaruit. Het succes was echt daverend. Toen dat we de site lanceerden, is ook de site gewoon echt eventjes 2,5 uur gewoon plat geweest. Omdat gewoon, het was gewoon zo'n bam, instant. En eigenlijk. Dat was wel een beetje de drijfveer van, ja, we zijn nu aan iets begonnen eigenlijk en er is geen weg meer terug. Nee. Nou, heel positief dat jullie daarmee mee doorgaan. En op vrijwillige basis, misschien wordt dat nog wat meer in bedrijfsmatige vorm, wat je al aangaf, zeg maar. En ja. Om er nog meer de rug onder te kunnen zetten. Ja, het is inderdaad nu al op vrijwillige basis. En de donatiegelden, laat ik het even zo benoemen. De donatiegelden worden op dit moment gewoon puur gebruikt om FindFarm nog beter, professioneler op de kaart te brengen. Ja. Natuurlijk, we verkopen de vlaggen. De opbrengst daarvan gaat natuurlijk ook weer in de spaarpot voor FindFarm om dat nog beter te maken. Ja. Ja, en we maken ook gewoon de nodige kosten met het ontwerpen van de website. Dan gaan gewoon tijd en uren gaan erin zitten. Servers en hosting. Ja. Ja, alles moet gewoon ingekocht worden bij externe partijen. Dus we maken onkosten. Ja. En eigenlijk vanuit die onkosten, ja, dan proberen we zoveel mogelijk een beetje de kosten te dekken. En, maar vooral ook gewoon om FindFarm nog op een leuke, goede manier bekend te maken. Door middel van merchandise. Dat we een opstapje hebben om eens een keertje een proefsetje van iets aan te vragen. Om te kijken van, kunnen we niet iets gaan doen met weet ik veel wat. Er zijn duizend ideeën die we willen uitwerken. Alleen omdat het allemaal vrijwillige basis is. Ja, blijft het in de ideeënpot zitten. Ja, en dan is het even een beetje afwegingen maken van hoe gaan we het aanpakken. En ja, dan. Maar het kan ook, dus als je deze video ziet, deel het. En als je een open dag hebt bijvoorbeeld, vraag flyers aan. Ik zal de flyer nog even in beeld brengen. Sterker nog. Veel mensen uit de grote regio en dan kunnen ze daarop vinden waar ze dicht bij huis iets kunnen vinden. En sterker nog, we hebben op dit moment, we hebben al één keer een succesvolle open boerderijdag mogen draaien bij een boer. Mm-hmm. Dat was even ons debuut, onze pilot. Try-out. Ja, die ging echt zo hartstikke goed. Dat we een beetje gekscherend hebben gezegd van, we gaan de FindFarm Roadshow doen. Dus heb jij echt een kleine agrifer op je eigen boerderij? Of noem het maar op. Open dag, lammetjesdag. Geef het een draai. Campina boerderijdagen zit er ook weer aan te komen. Dus, Ja, alleen dan moet het wel weer toelaatbaar zijn om. Want we hadden een deelnemer, daar zouden we echt op een mini boerenmarkt op hun erf zouden we gaan staan. Hartstikke leuk concert. Ja, die hebben we helaas gecanceld in verband met de coronacrisis. Ja. En dat vinden we echt wel heel erg jammer. Ja. Voor aankomende zaterdag was er ook nog weer een open boerderijdag geweest bij de boerderij waar we ons debuut hebben gehad. Okay. Om dan nog een keertje weer te staan, ja, waarom niet? Het is hartstikke leuk. Ja.
ja, ook allemaal gecanceld. Dus eigenlijk al die dingetjes dat we eigenlijk zeggen van, hey, dat is leuk om voor ons aan de weg te timmeren, is er eventjes niet. Dus dat vind, vind ik erg jammer. Dus vandaar dat we nu online gaan. Tag de media bij jou in de buurt, de krant, in dit bericht hieronder. En dan kunnen ze contact opnemen met Roy of een plaatselijke boer die in het overzicht staat van Find Farm. Zodat ze ook extra in het zonnetje kunnen komen en nog makkelijker te vinden worden. En de naam meer bekend wordt, hè? Ja, eigenlijk willen we gaan proberen om begrip te gaan worden. En binnen agrarisch Nederland zijn we al een beetje een begrip aan het worden. Tenminste, als ik het zo een beetje kan peilen. Mm-hmm. Maar toch wel bij de consument. Je komt met die bus voorrijden en sommige mensen vragen toch echt wel een beetje van, wat is dat toch? Nou, ja. Dat gaan we dan toch, ja, dan leg je dat uit en dan hebben ze iets van, oh, maar dat is handig. Ja. En ja, ook al we hebben laatst een lokaal protestje gehad in Barneveld. En toen stond ik op een gegeven moment met iemand van de handhaving te praten. Dat is van, ja, wat zijn jullie eigenlijk? Want jouw bus die valt zo erg op. Zo bedoel je? Ja, we zaten al met elkaar onderling te appen en foto's te sturen van, daar heb je hem ook weer met die bus. Wat moet hij toch hier altijd ertussen? Ja, ik heb daar echt een uur met de jongens en meiden van handhaving staan praten om ze het concept Find Farm uit te leggen. En ze hadden echt van, wauw. Lekker. Ja, ja. Ja, dat is de winkel van de boerderij, ja, bij jou in de buurt. Je krijgt nog een mooi compliment van Janne de Kok. Ja, dat zijn echt allemaal bekenden van mij. Rooitje helpt. Dat zijn echt allemaal bekenden van mij. Ik vind het wel echt episch. Ja, dat zijn echt allemaal bekenden van mij die kijken op Facebook en die zien de nodige boerendingetjes zien ze voorbij komen. ja, het is wel lachen. Wat kom je uit de boerensector zelf? Wat is jouw link? Mijn link? Vroeger als, wat zou ik zeggen, als klein jongetje. Heel klein. Had, jaartje of drie, zoiets. Hadden ooms van mij, die hadden een boerenbedrijf. Volgens mij met melkvee. Mijn opa en oma woonden schuin tegenover. En wat doe je dan wel eens? Je wil naar de boerderij. Je gaat kijken. Je ziet koetjes en je ziet trekkers. En dat is leuk. En eigenlijk al had mijn opa zoiets van, dat ventje moet gewoon klompen hebben overal. Geen gezeik. Dat gaat gewoon gebeuren. En toen liep ik als 3-jarig ventje liep ik rond te keutelen in en overal. En klompen dan. Ja. En dat is eigenlijk nooit echt er helemaal uitgegaan. En ja, ik heb dan, ja, dat is eigenlijk beetje dat hele boerenleven, mijn hele leven is dat een beetje als een rood draadje, ja, echt doorgegaan. En in het najaar gingen de alarmbellen van, en nu ga ik weer daar mijn bijdrage aan doen om mensen die nog niet zo bekend zijn zoals jij met het boerenbedrijf, om daar die dichterbij te brengen. Ja, je maakt een boerenprotest mee. Ja. En dan heeft iedereen zoiets van, ja, moet je daar toch, ja, dat is hartstikke gaaf. Ja. Ja, dat is een zo'n massale opkomst elke keer, hè? Het is een grote opkomst. En op een gegeven moment, je rijdt een keertje mee. En je blijft een beetje in hangen, wil ik nog net niet zeggen. Maar je hebt wel zoiets van, hey, je staat ergens voor, je gaat ergens voor. Dan komt in één keer iets op het pad dat je denkt van, oké, ze hebben gegevens. Ze weten niet wat ze ermee aan moeten. Ik heb een idee. Ik ga het idee voorleggen. En zo eigenlijk is dan in één keer dat Find Farm is gekomen. Ontstaan. Ja, en heb ik op een gegeven moment gezegd van, ja, ik wou vroeger altijd boer worden. Heb ik altijd lopen roepen, ik wil boer worden. Nou, ik ben nu, ik zeg wel heel soms heel, heel kort in de bocht, ik ben nu boer. Ik heb alleen geen veestapel. Ik heb een stapel met deelnemers. En die deelnemers, die wil ik op de kaart zetten. Die wil ik zeggen van, jongens, ga erin. Dus we gaan soms ook zelf als team zijn, dan zoeken we wel eens een keertje een ondernemer op. Ja. En als we er zijn, dan ga je kijken van, hey, hoe is de aankleding van de winkel? Wat hebben ze allemaal? Daar schrijf een leuk stukje over. En in één keer, die ondernemer staat gewoon vol met zijn winkel in de spotlights. Ja, mooi toch? Ja. En dat is niet alleen maar bij de deelnemers waar we komen. We pakken ook gewoon deelnemers. Dat doet voornamelijk onze social media beheerder. Die zit gewoon te zoeken. En die is dus, hey, die boerderij heeft binnenkort die heeft iets nieuws. Een nieuw product.
Even kijken. Oh, maar die gaan we nu eens eventjes. En hoppatee. Het is eigenlijk gewoon heel willekeurig dat we een deelnemer pakken. En dat we zeggen van nou. En die krijgen nu even op onze Facebookpagina een vermelding. Ja. Nou, ik hoorde dat gisteravond de Cum Laude Awards geweest zijn voor de boerenkaas en boerenzuivel. Er zou gisteravond een grote prijsuitreiking zijn, maar die is ook afgelast. Dus er zijn een paar mensen nog bijgebleven. Dus wie weet zit de Cum Laude winnaar wel in jullie Fine Farm winkels. En ja, kun je die ook weer in het zonnetje zetten. Ja, als we dat, als we daar op de een of andere manier, als we daar lucht van krijgen, ja, tuurlijk, dan komen ze erop. Ja, het regent awards, om het zo maar te zeggen. Ze hebben mij ook op een gegeven moment, onze social media beheerder, die heeft op een gegeven moment die had iets gevonden en die zei van, nou, als er iemand die award moet krijgen, is het Roy wel. En ik had zoiets van, oh, dat is iets te veel eer voor mij. Kom op, doe even normaal. Oh, de goudentrekker.nl. Mensen, je kan nog nomineren. Ja, het gaat echt om de gouden trekker. De nominatie van een burger die heel veel doet voor de boerensector. Ja, dus die nominatie kwam... Even als een hele grote verrassing kwam die op mijn bord. En ergens is het dan toch wel grappig om te zien, om te lezen, dat je dan toch appjes krijgt van, hey, ik heb op je gestemd in je gouden trekker, lekker bezig, jongen. Ja, dankjewel. Bescheidenheid schiet de mens en ik heb iets van, ik doe gewoon mijn best om agrarisch Nederland gewoon lekker op de kaart kunnen zetten en dat eigenlijk ook gewoon de rare berichtgeving in de mainstream media wordt tegengesproken met een positief geluid. Even kijken, hoe zeg je dat? De mainstream media, ja, geeft toch een bepaald geluid af over agrarisch Nederland, wat nou niet altijd even positief is. Nee, of gekleurd één kant op willen gaan. En de boerensector heeft niet zoveel budget om reclame te maken. Nee, Fine Farm ook niet, maar we proberen het wel. We proberen toch om, los van die mainstream media, met een lach op ons gezicht, de agrarische sector positief te promoten. En met ons nog twee grote organisaties die dat ook doen. Te weten, een FDF, een Agractie, die ook daar hun steentje aan bijdragen om ook de landbouwsector goed op de kaart te zetten. Ja, en het feit op tafel te komen. Je zit ook allebei in het landbouwcollectief natuurlijk. Ja, dus wij vergaren onze informatie een klein beetje via hun berichtgevingen. Ja. En als wij dan, voornamelijk is het Jan die dat doet. Als die dan echt dingen ziet, dat hij denkt van dat is van belang voor wie dan ook, dan zet hij die berichten ook op onze Facebookpagina, zodat berichten niet onder sneeuw, maar dat het echt even goed even onder de aandacht wordt gebracht. Ja, ook op Facebook kan je dus Fine Farm vinden uiteraard. En daar onze deze berichten delen, deze video delen vooral in je netwerk van mensen. Hier kan je boodschappen doen, ga erop kijken en steun de Nederlandse voedselproducenten. Ja, het is vooral ook de korte keten. Ja. Het is ook om de keten te verkorten. Ik zal gewoon even een heel dom voorbeeld ook vooral. Het is heel dom. Ik expose mezelf nu ook een klein beetje. Ik ben een groot fanaat van hamburgers. En ik koop dus mijn hamburgers vers bij de boer. Maar ik heb dus ook een keertje... ik had guilty pleasure. Ik wou hamburgers hebben. Ik had geen hamburgers meer. Ik heb wat opgehaald bij een supermarkt. En dan heb je dat voor je neus liggen. Je eet het op. Dan zeggen toch wel wat vrienden van... Jongen, wat ben je mee bezig? Je gaat dat... Doe dan niet. Ja, oké, punt gemaakt. Maar dan ga je toch nog eens een keertje bij dat tweede hamburgertje kritisch ga je proeven. Je kunt gewoon merken dat er met de hamburgers van de supermarkt, er is mee geleurd, er is mee gezeuld. De smaak. Conserveringsmiddelen. Dat is één grote bom met zout. Ik heb dan ook hamburgertjes van een van onze deelnemers. Die koop ik echt wel best wel fanatiek in.
Ik gooi er geen kruiden op, helemaal niks. Ik leg gewoon boem in de pan. Ik prop ze tussen een broodje en ik eet ze lekker op. Puur. Gewoon puur natuur. Geen kruiden, helemaal niks. Dan zie je al gewoon dat de keten is veel korter. Ik koop het rechtstreeks bij mijn deelnemers. De smaak is veel voller. Ja. Ja. Nee, dat is. Ja, je weet waar het vandaan komt. Want zo heb je dus ook dat je kipfilet in de supermarkt kan kopen. En er staat een NL-sticker op. Dus je denkt, ik ben lekker bezig. Ik help hiermee een Nederlandse boer. Maar dan kan die kipfilet gewoon uit de Oekraïne komen en hier even een paar keer doorgesneden worden. En dan mogen ze al een L-sticker erop plakken. Ik heb het zelfs nog ook een leuk voorbeeld. Kijk eens voor mij. Ja, dan vroegen varkens. En die varkens, die werden dan naar Italië getransporteerd. Om vervolgens daar parmaham van te maken. Ja. Hey, lekker parmahammetje, komt uit Italië. Ja, dag, die varkens zijn in Nederland vet gemest. Hoezo eerlijk eten? Ja. Ja, sorry, maar dan heb ik zoiets van nee. Maar dan werd het voornamelijk over vlees. Er zijn ook gewoon genoeg mensen die denken van... wat betreft de groentes. Groentes, ja. Heb ik ook ervaring mee. Je krijgt nog een tip van Evelien Hendriksen. Goed bezig, Roy. Ja, dat is dus een van mijn vrienden die zeg maar de hamburger, die dat, ja. Oh, kijk. Ja, heerlijk. Ja, fijn. Ja, ik hou van mijn vrienden, echt hoor. Heel goed. En heerlijk. Doen we dan ook morgen, het is bij mij al middag, maar morgen. Ja, dat is een beetje, dat is een van de beste vrienden. Ja, die zien het allemaal nu gebeuren dat ik een interview met jou aan het afnemen ben. Deel maar al deze video, hè. Promoot Roy met al zijn activiteiten. Ervoor. Maar sorry, ik onderbrak je even. Je ging over de groentes. Ja, maar ook met groentes. Ik heb een tijdje dan bij goede vrienden van mij heb ik ook een beetje meegeholpen op de boerderij. Mm-hmm. En dan heb je het over die hebben een biologisch bedrijf. En dan is het wel eens een keertje van, we hebben wat over, wil je wat mee hebben? Ja, waarom niet? Je staat echt van het begin af aan, sta je erbij. Plantje, grote plant, gewas. Dat is leuk, lekker. Groeien, bij wijze van spreken. Je ziet het groeien. Je bent, als je een keer handmatig aan het oosten bent, je snoept nog wel eens een keertje, knabbel je een keertje wat weg. In het geval van een komkommer of een tomaatje. Ook daarin, in groentes, is gewoon weer een verschil te merken waar het vandaan komt en of er mee is gezeuld met het eten. En of er iets is in toegevoegd wat niet door de beugel kan? Of, ja. Ja, nou ook dat. Maar als ik gewoon even heel basaal naar de smaak over de smaak heb, je kunt het merken. Ja. En ik zeg altijd zelf altijd een beetje van, als je weet dat je voedsel eerlijk is, is je voedsel al stukken lekkerder. Ja. Geweten en smaak, het gaat met elkaar te samen. Klopt. Goed, nou, mooi dat je zo inzet. En ook samen met Jan natuurlijk en Patrick. Hè, die staan ook in de organisatie van Fine Farm. Je hoeft niet allemaal alleen te doen. Gelukkig. Nee, gelukkig niet. Patrick, we hebben inderdaad Jan wel heel veel genoemd. Omdat Jan die beheert onze social media kanalen toch wel voor een groot gedeelte. ik wil toch wel even toelichten. Patrick, die zien me niet heel veel. Althans, die komt ook niet heel vaak publiek naar buiten heen. Heeft hij zelf ook wel een beetje voor gekozen. Maar hij is wel echt de mastermind achter de techniek van onze website. Dat moet ik wel even meegeven. Een mooie vermelding maken. Klopt, hij is wel de man die zien bij dingetjes in de site. Dat we denken van, dat kan anders of zou dat anders kunnen. Hij gaat ermee aan de slag. Als hij de tijd voor heeft, gaat die jongen ermee aan de slag. Een hele voorzichtige sneak preview. We zijn bezig achter de schermen met het ontwikkelen van versie 2.0. Kijk, nu al. Ja, we zijn daarmee bezig. We hebben alle feedback vanuit elk kanaal, Facebook, mail, telefoon, persoonlijk. We hebben het allemaal eigenlijk op een grote berg gegooid. Heel veel dingen hebben we eigenlijk gewoon alle minuut kunnen oplossen. Maar sommige dingen denken we van, dat is heel nuttig voor de volgende versie. Even apart leggen. Maar op een gegeven moment is dat zo hoog geworden, die berg. Dat we eigenlijk iets hebben van,
we moeten dat gaan doorontwikkelen. Alleen, ik zeg er wel bij, ik geef de sneak preview. Maar wanneer we gaan lanceren, geen flauw idee. Hou de Facebookpagina in de gaten en dan... Zeker doen. Zeker te horen. Ja, als er ontwikkelingen zijn inderdaad, gaat het allemaal via onze Facebook-kanalen. Zet hem op Vind ik leuk. En daarbij kan je ook nog aantikken dat ze berichten van Findfarm als eerste willen laten zien. Dus dan ga je geen berichten missen. Ik denk dat of Patrick of Jan ook kijkt, want ik zie hier een opmerking met het logotje van Findfarm. Met allemaal smileys, dus het gaat helemaal goed komen hier. Ik krijg zo het vermoeden dat het Patrick is. En Evelien, er ook bij, leuk dat je er ook bij bent, Evelien. En sowieso alle live-kijkers, dat jullie erbij zijn op dit heel erg kort van tevoren aangekondigd. Het was wel heel erg last minute eigenlijk, hè? Maar we hadden allebei zoiets van, als nou de supermarkten leeg gaan, dan moeten we mensen toch laten weten waar ze terecht kunnen. Ga naar findfarm.nl. Of kan je niet meer naar buiten, dan kan je trouwens ook nog boodschappen laten bezorgen door boerschappen.nl bijvoorbeeld en de streekboer. Maar zoek gewoon even een winkel bij jou in de buurt op. Ik wil Roy super bedanken voor jouw enthousiasme om hierover te vertellen over jouw initiatief. Ja, geen probleem. Je had nog heel veel aanmeldingen alweer binnengekregen. Nieuwe aanmeldingen om ook op de site te vermelden. Dus ik hou je wat dat betreft niet langer op. Ga ermee verder aan de slag. Deel zoveel mogelijk deze video. En zit er een boerderijwinkel bij jou in de buurt? Meld diegene even findfarm.nl met het e-mailadres, zodat ook zij op deze kaart komen te staan. Ja. Oké. Ik breng nog even de flyer in beeld. Dus als je de bekende wortel tegenkomt, dan weet je hoe het zit. Eerlijk, of je ziet ons rijden, dat kan ook nog. Wat zeg je? Of je ziet ons rijden, dat kan ook nog. Ja, inderdaad. Even zwaaien. Altijd leuk. Daarom. Oké. Dankjewel, kijkers allemaal, ook degene die het nog terugkijken. Typ nog gerust je vragen, opmerkingen, tips en dergelijke in. Dan kunnen we die achteraf alsnog behandelen en doorgeven. En dan gaat het ook weer mee op de feedbackstapel of meteen antwoord. Precies. Oké, tot ziens. Bye bye.